In het kader van de door de regering gevorderde zendtijd voor lokale omroepen volgt nu een uitzending van Radio Bergijk. En dan nu. Niets meer of minder dan Radio Bergijk. Vanuit de enige horeca-toplocatie in Bergijk, Grand Café Beeks. Radio Bergijk, het radiostation voor Bergijk. Ja, goeiedag dames en heren. We beginnen even met een soort primeurtje. Het is nog niet officieel, maar wij hebben toch uit zeer betrouwbare bron vernomen dat het aanbidden van terreur weer is toegestaan in Bergijk. We mogen weer gewoon verheerlijken. Heerlijk. Want terreur is toch het zout in de pap. Precies. Van het leven. Ik bedoel, als je geen angst had voor terreur of niet af en toe een goede aanslag had, waar moest je het dan over hebben? Precies. Dus gaat u gerust uw gang weer met het blind aanbidden van bloedige terreur. Heerlijk, terreur. Ja. Ja. Heerlijk. Ik vind het prachtig. Terreur, goede terreur. Geweldig. En aanbidden. Ja, ik aanbid het. En ik raad het iedereen aan. Terreur, doe eraan. Begin weer met het verheerlijken van terreur. Juist. Zo is het precies. Geweldig. Maar goed, dat is dus. Vertel het nog niet verder, want het is eigenlijk nog onderdeksel van de gemeente. Maar het mag dus weer. Goed, dan nu sportnieuws voor ons. Ja, sportnieuws. Ja, dames en heren, we hebben een gast. Het is eindelijk weer eens zover. Bergijk staat weer op een internationale sportkaart. Wat is er namelijk gebeurd? De 95-jarige Bergijkenaar Kozo Haraguchi. En u kent hem allemaal van de familie Haraguchi, die al 5 generaties lang hier een houtbedrijf hebben. Kozo die heeft eergisteren het wereldrecord senioren 20 meter hardlopen werkelijk verpulverd. Het stond op 8 minuten 12. En daar heeft hij maar liefst een minuut van afgesnoept. Dus nu staat het op een bijna niet meer te breken. 7.09. Kozo. Hoe ging het? Ja, het was eergisteren. Je zit natuurlijk nog een beetje uit te hijgen. Maar je hebt werkelijk, je ging als een bliksemschicht in 7 minuten 9 over die 20 meter grens heen. Je hebt daarna nog flink uit moeten rennen. Ging daar nou heel veel training aan vooraf om met die verbetenheid zo'n wereldrecord werkelijk aan flinters te hakken? Kozo. Ted, bel iemand. Bel hem. Ja, dat is natuurlijk de tol van topsport. Moeten we altijd blijven benadrukken. Sport, beweging is gezond, maar topsport is riskant. Kozo, postuum kan ik zeggen, het wereldrecord staat op je naam. En een hele knappe 95-jarige die dat dan nog weer bij de horens kan en durft te pakken. Ted belt ondertussen de ophaaldienst. En we draaien senioren hardloopmuziek. Trimmen, trainen, trappen, het is allemaal een beteven. We lopen ons kapot. Om langer te kunnen leven, trimmen, trainen, trappen. Het is allemaal een beteven. Om langer te kunnen leven, lopen wij ons kapot. Trimmen, trainen, trappen. Het is allemaal een beteven. We lopen ons kapot. Om langer te kunnen leven.
Oproepertjes. Oproepertjes. Heeft u iets nodig? Plaats u een oproepertje. Oproepertjes plaatsen voor alle bergeikenaren die iets nodig hebben. Na het laten afweten van de elektronische brandmelders op industrieterrein Bergpolder zoekt uitzendbureau Bergwerk per direct een aantal enthousiaste brandmelders. Er wordt gewerkt in ploegendienst en dan vooral 's nachts. Heeft u interesse? Doe dan even een belletje met uitzendbureau Bergwerk 0497 151 5102. De meeste ongelukken gebeuren thuis. Thuisongelukken. De meeste ongelukken gebeuren thuis. Goedendag, dames en heren. Vandaag in de meeste ongelukken gebeuren thuis. Vallen. Ja. We hebben hier tegenover mij de heer Smeets. Ja. Meneer Smeets, u bent deskundig op het gebied van niet alleen de meeste ongelukken gebeuren thuis, maar vooral het aspect vallen. Ja. U valt vaak. Ja. Thuis. Ja, juist thuis. En waar valt u dan vanaf? Of valt u zomaar? Ja, dat kan van alles zijn. Kijk, het is meestal niet iets waar je iedere dag bij stilstaat. Maar je bent thuis. En de ene keer sta je op een ladderje. En de andere keer loop je gewoon naar boven. Of je ligt op bed. En dan kadijn, sla je zo met je muil op iets op scherps. En dat is een hoop narigheid. Want je gezicht spat open. En dat is dus niet alleen dat je dan dus lichamelijk letsel oploopt, maar het is ook een soort, tast je zelfvertrouwen aan als je weer tegen de muur klapt. Ja, maar in het kader van deze rubriek, is het nou zo dat u dan valt als u thuis bent of ook wel als u ergens anders bent? Het gebeurt ook wel eens ergens anders. Maar meestal thuis? Maar meestal thuis. Maar is dat omdat je thuis er niet op bedacht bent? Ja, dat is het waarschijnlijk. Thuis waan je veilig en bang, dan lig je weer. Juist, knal! Dan ga je weer. En dan breek je weer eens hier iets en daar iets. En ja, je ziet mijn neus. Dat is eigenlijk een soort platte pap. En ja, dat tast toch je zelfvertrouwen aan. Ja, en bijvoorbeeld die neus die u treffend omschrijft als platte pap. Ja. Waar bent u dan toevallig dan tegenaan gevallen? Eergisteren was het op het aanrecht. Ik heb zo'n oud graniet aanrecht. Ik kom die keuken binnen. En ik was er niet op verdacht. Ik klap zo voorover. En die neus was toch al een flink stuk. En ik klap zo op die rand. Dus zeg maar dat schotje wat al helemaal in zo'n hoek van 40 graden is. Zo als een rijpe kers. Maar is het niet zo dat als u dan toch al gehavend bent in het aangezicht, dat u dan de neiging hebt van als ik val, dan maar achterover? Nee, maar wel liefst thuis. Ach, ja. Nee, maar kijk, ik ben ook wel een paar keer achterover geklapt. Dan kun je misschien aan de achterkant zien. Ach, ja, ach, ja. Ja, het is kapot, hè? Ja, het ziet er gewoon uit alsof u een open hersenoperatie hebt ondergaan. Er zit gewoon een luikje, ja. Nou ja, een luikje. Nou ja, het zit eigenlijk gewoon in de schedel. Ja. Goed. Heeft u nog een tip in het kader van onze rubriek De meeste ongelukken gebeuren thuis? Voor de mensen thuis, is er iets tegen te doen of moet je er gewoon bij neerleggen? Blijf gewoon proberen op je benen te staan. Nou, dat is een heldere, dat is een goede tip. Ja, we hebben ook wel informatiemiddagen. Ach, specifiek over vallen? Ja. Of ongeluk in huis algemeen? Nee, vallen. Over vallen? Ja. Goed, en heeft u wel eens gedacht aan hulpmiddelen om te blijven staan? Dus ja, ik heb lang zo'n rek om me heen gehad. Waar ik dus als het ware helemaal door omsloten was, waardoor je niet... Je kon niet vallen, dacht ik. Ja. Nou, dat is mijn klap geweest. Want in het rek bent u toen, dat heeft in de Eikelberg gestaan, toen bent u in het rek, bent u de dakgoot gaan schoonmaken. Ja, ik dacht, ik ben veilig. En toen bent u gewoon met stoffer en blik de herfstbladeren uit de dakgoot gaan vegen, maar u had dat rek om u heen. U dacht, er kan mij niks gebeuren. Ja, en toen ben ik dus van 2 hoog uit die dakgoot op de rand van die betonnen vijver. Toen hebben ze mijn onderkaak opnieuw eraan moeten, ja. Ja, uw onderkaak is toen verbrijzeld eigenlijk door het hek op die rand van die betonnen tuinvijver. Ja, verpoeierd eigenlijk. Dus u heeft nu een kunstkaak? Ja, goed. Maar dan hebben ze wel gezegd, pas op, als je daar opklapt, dan heb je pop aan het dansen.
Nou goed, dit was in het kader van onze regelmatig terugkerende rubriek... De meeste ongelukken gebeuren thuis. Het onderwerp vallen. Ja. We gaan iets anders doen. Oh. Reclame, reclame, tijd voor reclame. 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 Ja, hallo, dit is mevrouw Genol. Mijn man is heel goed in een aantal zaken. Ik ga het even opnoemen. Het is woningstoffering, tapijt, vinyl, marmerleem, leggen, laminaat, droogloopmatten. Maar hij doet ook tegenwerk, dus voor al uw wanden tegenwerk. Doet ook een dakwerken voor al uw dakwerkzaamheden en dakbehoud. Vraagt ook een jaarlijks onderhoud tenslotte. Mijn man doet ook sowieso alle klussen in en om het huis. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring. Hij is ook schilder. Hij doet ook glas en lood. Dus hij doet ook de reparatie van oud en nieuw glas en lood. En hij sloopt ook vloeren. En als je puincontainers nodig hebt, dan kan je die bij mij huren. Telefoonnummer 081-112432 of 040-2571-8704. Of 040-1856-8173. Mijn man is heel vaak weg, want hij werkt veel met stucadoors, klusbedrijven, marmerschuurbedrijven. Dus voor al uw metselwerk of vloerwerkzaamheden, bel met 040-1257-704. Radio Bergijk. Pardon. Er zit iets in mijn keel. Ja, het wordt tijd voor... U zat er natuurlijk al op te wachten met pen en papier. Een potloodje is ook goed. We gaan beginnen aan het gemeentebericht. En dat is natuurlijk een hele... Gaat het, Toon? Ja, dus het... Excuus. Toon, we hebben zo'n kuchknop, hè? Ja, oh ja. Snap je? Ja, de gemeentebericht. Belangrijk nieuws. Er was natuurlijk veel om te doen in Bergijk. De kinderopvang. Kinderen, dat is natuurlijk... dat is een verschrikkelijk... een blok aan je been. Je komt aan je eigen leven niet meer toe. Het is een hels karwei. Ze halen bloed onder je nagels vandaan. En je zit er je hele leven aan vast. Dat is allemaal natuurlijk heel erg lastig en geen pretje. En vandaar dat de gemeente... Ja, wacht even. Je slaat even over. Ja. Wat de aanleiding is ook voor het gemeentebericht. Namelijk dat er een tekort aan kinderen ontstaat. Om precies die reden die jij net allemaal opnoemt. Precies, mensen willen geen kinderen meer. Nee, en toen hebben we ze een brede maatschappelijke discussie opgezet. Die meteen vastgelopen is. Nee, maar nou ga jij te ver. Want wat is nou de consequentie als je geen kinderen meer neemt? Is dat ons blanke ras. Helemaal een Bergijkse ras dreigt uit te sterven. Ja. Nou goed, nou kunnen we tot want al die andere rassen die fokken als konijnen. Als konijnen, ja. Nou, en vandaar dat de gemeenteraad nu, dat is het gemeentebericht, heeft besloten tot echt 7-7 kinderopvang. Ja, let op. Van niet dus van 07.00 uur tot 19.00 uur. Nee, precies, nee. Van 07.00 uur tot 07.00 uur. Precies, permanente kinderopvang. Je brengt ze als ze geboren zijn en je kan ze weer ophalen als ze 21 jaar zijn. Ja. En dat is kinderopvang. En dat gebeurt, de gemeente heeft daartoe een stuk of 7 voormalige varkensfokkerijen geconfiskeerd. Ja. Dus daar kunt u meteen na de geboorte wel even nog de navelstreng doorknippen en schoonpoetsen. Afleveren bij een van deze varkensfokkerijen. Adressen worden nog bekendgemaakt. En dan is die zorg uit uw handen. Dan kunt u weer gewoon op café gaan of anderszins het leven leiden waar u precies, recht want op ouders, heeft. Nou ja, kijk, ouders, ik heb dan zelf geen kinderen. Maar je ouders komen aan hun eigen leven niet meer toe. Nee. Het is dit, het is gejank, het is gejeremieren. Het is dan weer dit, dan weer dat. Dan is het weer niet goed. Dan zijn ze weer uit de schoenen gegroeid. Precies, en dan beginnen ze te puberen en dan heb je alles fout gedaan. Precies, en dan moet je het alles maar goed vinden. Dan kan je wel blijven zeggen, stoel op vier poten en met twee woorden spreken. Tot maar zover. Dat is verschrikkelijk. Dus de gemeente neemt u dat uit handen. Tot zover. De permanente kinderopvang gaat tot morgen van start. Zover. Radio Bergijk. Het radiostation voor Bergijk. Live. Ja, goeiedag. Goeiedag. We zijn er weer. Ja, dat is meer mijn tekst. Meneer Manu Pujol. Manu Pujol. Ja. Met twee O's. Manu Pujol. Juist, Ted. Daar had je nog even muziek overheen zetten, hè? Oh, niet. Nou, dat is jammer. Ja,
Goed, we hebben hier aan tafel is komen zitten de heer Herman Mapi... Manipitulo. Manipitulo, met twee O's. Wat u... Manu. Manipitulo. Met twee O's. Goed, meneer Manipotulo. Met twee O's. We hebben u gevraagd, want u bent te horen geweest met een oproeper waarin u verzocht met uw uitzendbureau Bergwerk, wat wij op zich een leuke titel vinden, een leuke naam voor een uitzendbureau in Bergijk, dat je dan je uitzendbureau Bergwerk noemt. Komt omdat er bergen werk zijn te verzetten? Ja, ga het even uitleggen. Meneer, Nou begin ik zelf ook een beetje in de war te raken. Manipitulo. Precies, meneer. Met twee O's. Ja, precies. Van Bergwerk. De uitzendbureau. Wat wij op zich, maar daar hoeven we niet over uit te wijden. Wij zochten per direct een aantal enthousiaste brandmelders. Precies. En nou zijn we eindelijk aangekomen bij het onderwerp van dit gesprek. En er werd gewerkt in ploegendienst. En dan vooral 's nachts. Ja, wacht even. Want nu, Manipitulo. U had toen een oproep voor brandmelders. En daar is enthousiast op gereageerd. Maar vooral met telefoontjes naar Radio Bergijk. Menselijke brandmelders, hè? Ja, precies. En u liep net al wat vooruit op mijn vraag. Mijn vraag is, wat bedoelde u precies met uw verzoek om zich te melden bij u? Als brandmelder. Wat houdt het in? Wat is de functie? Ons telefoonnummer is 0497... 1, 5, 1, 5, 1, 2. Manipitulo. Twee O's. Ja, maar wacht even. U loopt nogal vooruit op wat ik steeds ga vragen. Mijn slotvraag zou zijn, wat is het telefoonnummer? Maar daar zijn we nog niet. We zijn nog steeds een beetje blijven steken bij de eerste vraag. Namelijk, wat houdt het nou precies in waar u de oproep voor deed? Op uw oproepertje, u riep op om zich te melden, namelijk... Mensen die willen werken als brandmelder. Maar wat is dat precies? Na het laten afweten van de elektronische brandmelders op industrieterrein Bergpolder zochten wij per direct een aantal enthousiaste brandmelders. Ja, dat was het. Dat had dan voor mijn eerste vraag gezeten. Want mijn eerste vraag, dat was meer de inleiding. Mijn eerste vraag, meneer Manipitulo. Luidt, wat houdt het nou precies in, een brandmelder? Wat doe je dan als... Wat ben je dan bij uitzendbureau Bergwerk? Het melden van een brand. Ja, en hoe gaat dat in zo'n werk? De brandmelder zit op een stoel. De hele tijd? Of loopt wat rond. En het belangrijkste is alert blijven. Ja, want als de zintuigen moeten gespitst blijven, houden. Ja, dat begrijp ik. Maar stel, u detacheert een brandmelder bij een... Uitzendbureau Bergwerk. Nee, het uitzendbureau Bergwerk detacheert... De brandmelders bij een bedrijf, bijvoorbeeld op het bedrijventerrein Bergpolder. Correct. Dan komen ze daar 's avonds om 6 uur aan en dan gaan ze op een stoel zitten. In ploegendienst. Ja, maar en dan ze zitten daar in ploegendienst en dan zien ze ergens een rookpluimpje. Wat moeten ze dan doen? Dan is het zaak om deze brand te melden. Ja, maar doen ze dat... Oh, wacht even, we krijgen een telefoon binnen. Ja, wacht even, Ted. Juist, want we hebben iemand die zich wil aanmelden. Het is, komt u er maar in. Ja, dit is Chef van Buul. Ik wilde niet aanmelden, maar ik hoor het gesprek een beetje, dwarrelen. En ik ken meneer Fadi Mooney. Manipitulo. Met twee O's. Ja, daar gaat het even niet om. En ik weet gewoon dat hij weliswaar een uitstekend bedrijf heeft. En ik was de eerste die enthousiast gereageerd heeft op het worden van brandmelder. Dus misschien kan ik het, omdat ik al in de praktijk zit, het beter uitleggen. Maar dat is natuurlijk uw keuze. Je kunt ook nu gewoon ophangen. Ja, nee. Hang maar op dan. Ja, dankjewel chef voor je bijdrage aan de... Graag gedaan! Oké, dat was chef van Buul. Die kwam met een enthousiaste reactie waar we allemaal weer... bergwijzer van zijn geworden, om het maar zo te zeggen. We zijn blijven hangen bij meneer Manipitulo. En dat is met twee O's. Voor de mensen die hem een brief willen schrijven.
Want meneer van uitzendbureau Bergwerk, u zegt een brandmelder, die komt daar, die gaat in het bedrijf, zo meestal 's avonds, 's nachts zitten in ploegendienst. En als hij een rookpluim ziet, of hij ruikt rook, of hij ziet een vonk, dan moet hij de brand melden. Maar, per direct. Ja, maar hoe gaat het in zijn werk? De brandmelder zit op een stoel, of loopt er wat rond. Dat zei u al, ja. In het bedrijf. Ja, dat zei u al. En dan is het gewoon een zaak van alert blijven. En als je brand ziet, hem te melden. Correct. We krijgen een telefoon binnen. Misschien nog iemand die zich wil aanmelden als brandmelder. Ja, komt u er maar in. Ja, dit is chef van Wuhl. Oh, ben jij het weer, chef? Ja, want ik hoor het gesprek toch een beetje struikelen. Dat weet ik wel van meneer Lipanimoli. Maniputulo. Oh! Met twee O's. Wat zegt u? Dit is de heer Maniputulo. Ja, met twee O's. Met twee O's? Ja. Ach, kijk daar. Wie eraan komt rijden op de poeg. Dat is hoer Shirley. Nou. Hoi! Dan mag ik nog even wat vertellen? Ja, natuurlijk. Shirley, kom erbij zitten. We zijn aan het luisteren naar chef van Buhl. Die heeft gebeld naar ons. Want die wil van de heer Maniputulo met twee O's weten vanuit zijn bureau Bergwerk. Wat het beroep van brandmelder inhoudt. Nee. Oh. Ik ben aspirant brandmelder bij het bureau van meneer Paritifropino. En met weet ik veel hoeveel O's. Ik ben namelijk al begonnen. Het is reuze interessant werk. En ik ben nu in training op het toilet van meneer Maniputulo. Van heer Maniputulo. Ja. Twee O's. Ja. Oké, chef. Chef, blijf je even hangen? Nee, ik zit op het toilet. Ja, goed. Als er eventueel brand is bij het toilet van meneer Maniputulo, dat ik dan daar heel hard naar de studio kom rennen om de brand te melden. Oké, nou, blijf even aan de lijn. Dan komen we straks nog bij je terug. Hoe is Shirley? Prostituee, Shirley. Ja, prostituee, Shirley. Jij bent... ik zag je langsrijden op je poeg. Ja, je zwaaide, je komt er even bij zitten. Ik herkende je meteen. Shirley, heb jij in jouw hoerderij te maken met brand? Dan wel de behoefte aan brandmelders? Nou, als je brand zeg maar in de brede context ziet, dan heb ik wel te maken met brandjes blussen. En ik ook aan de lijn. Ja, chef, jij bent aan de lijn. Ik heb even een vraag aan meneer Maniputulo. Het begint hier namelijk wel te fikken. Moet ik de brand... Kan het ook telefonisch gemeld worden of moet ik het persoonlijk komen melden? Het stikt hier als een tierenlier in het toilet van meneer Tiemann. En dan moet ik even zeggen, Shirley. Ja? Hoe is Shirley? Je poest het in de fik. En Beeks, ik zie rookpluimen achter de bar vandaan komen. Ja, wacht even, mijn schoenen. Mijn schoenen staan in de fik. Hoe kan dat? In de vijsfabriek van Bergijk. Didgeridoo avond. Didgeridoo. Didgeridoo muziek is altijd leuk als je ervan houdt. Yeehaw. Als je er niet van houdt, kun je beter naar iets anders luisteren. Bijvoorbeeld naar Free Jazz. Maar dit is niet volgende week, dames en heren. Want volgende week hebben we Didgeridoo avond. Didgeridoo is altijd leuk als je ervan houdt. Eruit in Bergijk? Blijf in Bergijk.